Meneer Martina? Wilt u heel even meelopen? Wil u even wat dingen vragen in de wagen? Bocardi en Martina weg. Bocardi heeft een geweldige start. En Tjurendi Martina maakt het dan waar op die 100 meter. Ja, 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 ja. Europees kampioen Tjurendi Martina in het Olympisch Stadion. Wie had dit gedacht? Ja, meneer Martina, u zit hier omdat wij van Bureau Sport er 200% van overtuigd willen zijn dat onze sporters optimaal geprepareerd aan de start in Rio verschijnen. Lijken. Bent u optimaal geprepareerd? In principe ben ik al bezig vanaf 2012, na die laatste Olympische Spelen. Oké, goed. Laten we even kijken naar een kort videobeeldfragment. Ja. Wat ga je nu de komende 24 uur doen voor de finale van morgen? Ja, gewoon goed uitlopen. Misschien een ijsbad. Anders ja, gewoon in mijn machientje zitten. Meneer Martina, u hebt het vaak over uw machientje. Ja. Wat is dat eigenlijk, uw machientje? Die machientje is, het is zoals ja, als je naar een dokter gaat en ze zetten een bloeddrukmachine hier en het pompt. En in 5 stukken, dus eentje hier, kuit, hier en dan meer boven. Het geeft die druk daarbinnen en je krijgt diezelfde effect van die bloeddrukapparaat. Dat klinkt eigenlijk buitengewoon onprettig. Nee, ik vind het lekker. Ik vind het lekker. Wanneer je klaar bent, voel je weer een beetje hersteld, klaar om te gaan die volgende dag. Tot nu toe bent u 3 keer uitgekomen op de Olympische Spelen. En vooral die 2008 in Peking, die waren bijzonder. Laten we even gaan kijken naar een videobeeldfragment. Holt, hier is de dubbel, hier is Olympisch goud en Tjurendi Martina legt beslag op het zilver. De finale van de 200 meter. Let u op het lichtgevende beeld. Waar zet Tjurendi Martina zijn voet? Waar komt hij op de lijn neer? Daar zou het moeten zijn. Je ziet het. Iedereen kan zien als je het gewoon ziet. Je moet het van boven zien als ik echt op die lijn sta. Een witte schoen naast die witte lijn denkt dat je erop staat, maar misschien zit je niet erop. Maar ja, het is het gebeurt. We moeten met die regels leven. En deze disqualificatie is een slepende zaak geworden uiteindelijk. Ja. De man die uiteindelijk de zilveren medaille kreeg, de heer Crawford, die gaf die zilveren medaille terug aan u. Hebt u hem thuis liggen? Ja, ik heb die medaille thuis. Ja? Ja. En hangt die dan ook ingelijst ergens? Nee, het is niet ingelijst. Ik heb hem gewoon lekker in een kluis. Zou u die medaille willen verkopen? Verkopen? Nee. Gaat niet verkopen. 5000 euro? Nee, 1 miljoen? Doe ik het wel. 1 miljoen, maar daarover voor 5 miljoen? Nee, 1 B. Nee, 1 miljoen niet. Nee, het is niet veel, jongen. Voor 1 biljoen is die te koop? Ja, dan kan ik lekker met machientje en alles voor altijd lekker niks doen. Wij vragen ons wel eens af, hè? Waar zouden mensen in Nederland blijer mee zijn met een gouden medaille van Daphne Schippers als met eentje van Tjurendi Martina? Ah, dat is een goede vraag. We moeten op straat gaan om al die mensen te vragen. Maar ja, ik denk beide. En misschien toch die van mij. Toch die van u? Misschien wel, want zonder die medaille heb ik al die Nederlanders. Iedereen is blij al, iedereen is dus super gelukkig. Dus misschien met een medaille wordt het extra. Het zou zomaar kunnen. Ja. En laten we heel even kijken naar een bewegend videobeeldfragment in kleur. We zetten eerst die pasta in die pot. Hey. Ik ben blij met deze pasta. Beetje water erop. Ja, ik ben blij met worsten. Het is goed voor je ogen. Op die pakketje zegt dat je in 5 minuten kan doen, maar ik kan veel sneller dan 5 minuten. We zijn gestart met de pasta die de overschotel ingaat. Verloopt goed. Halve liter water eroverheen. Keurige wissel. De groente moet zelf gesneden worden. Maar met een pakje voorgesneden groente gaat het nog veel sneller. Spannend. Meneer Martina, moeten ze zich niet gewoon bezighouden met heel hard lopen? Die zit ook erbij met de taart lopen. Maar van dit soort dingen komen natuurlijk dit soort dingen. Ik ben blij, man. Deze man behoeft natuurlijk geen introductie. Help even. Tjurendi Martina. Ik ben blij, man. Ik ben blij, man. Hoe vindt u dit? Ja, het is goed. Ik ben niet altijd in Nederland. En wanneer ik niet ben, die mensen doen deze dingen. Het is precies goed zoals ik hier ben. En dat heb ik ook nodig. Dan blijft mijn
populariteit hoog. U bent eigenlijk een hele optimistische, vrolijke man. Wat vindt u eigenlijk van de gemiddelde Nederlander? Vindt u de gemiddelde Nederlander dan niet een beetje een chagrijnige brompoor? Ja, je zegt het al, je weet het. Hier, alles gaat op tijd. Je moet dit, mensen druk hier, druk daar, snel hier, snel daar. Niet relaxed. Dus dat, ja, het maakt je chagrijnig. Het weer ook. Geen zon. Eigenlijk zouden Nederlanders ook wat vaker in de spiegel moeten kijken en zeggen... Ik ben blij. Gewoon doen. Meneer Martina, kunt u deze even vasthouden voor mij? En dan gaan we in gedachten naar 18 augustus 2016. De Olympische finale 200 meter. Uw beste nummer. Wat ziet u? Ja, ik zie mezelf in de finale sowieso. Ik moet goed starten. Een mooie bocht lopen. En dan, ja, die rechte stuk moet het gebeuren. Ziet u een medaille? Ja. Wat voor kleur is het? Dat is moeilijk om te zeggen, maar wel een medaille. Kijk eens naar uzelf in de bol. Ja. Bent u blij? Ja, sowieso. Heel, heel blij. Dat klinkt goed. Ja. Ik vind het veelbelovend klinken. Goed, meneer Martina. Wij van Bureau Sport hopen dat u en uw machientje nog heel lang blijven lopen voor Nederland en nog veel mooie resultaten behalen. Ja. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Heel goed.